In deze video kijk je naar blok 1 van mijn opleiding illustratie aan de HKU. Ik neem je mee in de lessen en aan het eind van de video is mijn eerste beoordeling van het jaar. Ben jij nou benieuwd of ik het heb gehaald? Kijk dan zeker verder. Een kikker! Wat is het? Een kikker. Oh, mijn god, je bent als je mijn kus hoeft, nee, misschien wel 6. Wow. Oh, ik kom ook een museum. Papa. Ik zie het niet. Oh, jawel. Jawel, dat is de specialist. Ik kan leunen. Wij zijn hier in Oud-Amelisweer. Dat is een soort huis. We zijn op de zolder. En eigenlijk hebben we hier een soort rondleiding gehad met allemaal... Waar ging het over? Over de geschiedenis. Ja. Over behang. Het ging over behang. En we hebben getekend buiten, dus dat was ook leuk. Ik ben vergeten te vertellen dat Mats een kikker kuste. Er kwam geen prinses uit. Nee, of prins. Met z'n vrienden achterin die steen. Dat is er eentje. Achter in de bus zitten wij nu wel samen. Jongens, ik heb weer een riem. Ik ben helemaal veilig in deze bus. Als ik dit zou zitten in de trein, zou ik... Ik zou hier niet naast zitten. We zijn hier in het ABO-lokaal. En we gaan zo meteen niet met houtskool, maar met inkt werken, inks inkt. Er staat al een stil leven klaar, maar we moesten ook zelf dingen meenemen. Oh nee, het wordt afgebouwd. Oh my god. Oh. Oh, dat is helemaal de kloks. Dat klopt zo verrassend. Yay, oh my god. It's snowing blaadjes. Paul is hier. On the wag. Het ruikt naar gym. Ik heb net met mevrouw Bente gepraat, mijn oude kunstdocent. Oh, hij was om. En ik was zo van. Mijn werk hangt hier nog steeds. In de tussentijd was ik bezig met een experimentje voor het vak onderzoeken. Het thema was home en daar kon je eigenlijk alle kanten mee op. Ik ben op het idee gekomen om het te hebben over de no-shoe policy. En zo heb ik uiteindelijk een test gedaan om te kijken waar ik me zo erg thuis voel dat ik mijn schoenen eruit zou willen doen. En dit papier is blauw. Stroopwafels voor mijn vriend. Oh, is hij kapot? Oh, hij is zo dik dat hij kapot is. Maar dat is oké. Okay. Er was een politieagent en die deed zo met zijn arm. En ik was zo, oh nee. Ik ben altijd in de war welke straat nou wel en niet gefietst mag worden. Maar blijkbaar mocht het in die straat dus niet. Dus die politieagent was zo van. En ik was zo van, mijn koptelefoon af. En ik was zo van, en toen was hij zo van, ja, bla bla bla. Je mag hier niet fietsen. Maar je hebt geluk, want we zijn vandaag niet streng en bla bla bla. Maar ik wil je idee scannen en je krijgt een waarschuwing. Ik was zo van, oh, wat erg. Oh. Ik ben het echt niet gewend. Toen kwam ik thuis, toen vertelde ik aan mijn vader het verhaal en hij moest er ook om lachen. Yeah!
je kan dus een soort van pong spelen met je ballen. Ja, ik denk het. In de les van Katja leerden we over de Adobe-programma's. Eigenlijk hadden de meeste, waaronder ik, nog nooit zulke programma's geopend. Dus er viel veel te leren. 3, 2, 1. Oh, je zei dat we terug gaan. Zei dat nou? Wat? Zei nou dat we terug gaan? En dit waarschijnlijk ook, maar omdat je dan eventjes een focus ergens op kan leggen. Nou, in dit geval dus textuur, dus zon. Maar ik film het net niet. Hier mag je trots op zijn. Nou, dankjewel. En toen had ik bloemetjes geplukt voor mijn moeder, maar werd ik aangereden door een fietser en waren die bloemetjes kapot. En mijn bil ook. Hier ben ik bezig met het maken van de intro die je in het begin van deze video hebt gezien. Ik had echt best wel veel shots meerdere keren opnieuw gefilmd tot ik ze goed genoeg vond. Na een paar dagen editen ben ik super blij met de uiteindelijke 40 seconden. Kleine diorama's. Steek daar nou een hand uit? Ja, dat is... dan gaat die fridge open met dan die hand. Heel tof. Bereikte Kees wel. Ja, die je gaat zoeken... Ik heb... Ik loop nu naar huis. Of in ieder geval, ik loop naar huis. Ik loop naar het station. Hé, hey, die ken ik. En ik heb zo'n leuke middag gehad, letterlijk. Om 12 uur begon het. Ik was wel pas om 12:15 er. Ik begon met een presentatie, met een gesprek. Ik ging dan een beetje Q&A-stijl vragen beantwoorden. We kregen veganistische kroket. Op een broodje. Heel lekker. Trouwens, ik ben er naartoe gekomen door Milou. Want Milou was zo van, hey, ga jij ook? En ik was zo van, nee, maar nu wil ik wel. Dus de eerste workshop had ik social media branding. En alle mensen waren zo inspirerend en zien er ook super cool uit. Dus oh my god, herfst. Ik heb nog nooit zo'n goede herfst gezien in mijn beeld. Tweede workshop en dat was kritiek ontvangen. En dan hadden we gewoon een heel open gesprek over reacties van mensen die je kan krijgen op bepaalde dingen. Hoe je daarmee omgaat, welk kritiekpunt kies je uit om er iets mee te doen of wat laat je liggen. Dat ze grote stappen zetten. De big steppers. Oh. Het duurde even, maar daar is de rest van de familie. Ja. Dansen ze? Oh. Hallo. Oh. Ah, beweeg niet zoveel. Let's go. Hallo. Dat was mijn stok. Nu wil ik hem samen vasthouden. Zo. Ja, leuk. Oh. Wij regeren over Takkenland. Stoetere. En wortel. Deze mistige dinsdag vonden we een worm. Hij is geschrokken. En gebruikte ik de letterpress om mijn haiku te printen. Yeah. Wij zijn super. Oh mijn god, gadverdamme, het stinkt ook. Iedereen, je hebt dit wel. Kijk, wie doet nou de vis? Lekker. Even een 360 van dit prachtige wondertje. Ten eerste begint mijn dag al dat ik nat geregend word. Oh, mijn camera doet niet. Oh, lekker, lekker. Ik heb een snicker, ben je een loers? Lekker. Oké, okay, aardappel is ook een goede. Ja. Zoom in op de ene. Wat gaat hier mee gebeuren nou? Nice. Ah, ja, dit is van mij. Oh, jullie zijn matching. Ja.
volledig gegeven. Heb je het ooit vis gegeten? Ja. Ja, ga jij toch ook een foto maken van de boom? Het is een filmpje. Ga je een filmpje maken van de boom? Ja. Tot en met 26 oktober had ik met illustratie een excursie naar Antwerpen. En dat was echt mega leuk. Het was echt... Ah, ik word terug. Dus stay tuned voor die video. Dan zijn er ook nog wat random beelden van deze week. Ze spelen bijna elke week inmiddels. Geef een groot applaus. Sophie de Bruin met Bent. En dan gaan we nu over naar Monica, eind blok 1. Hallo, goedemorgen. Vandaag is het zondag. Ik ga nu mijn laatste loodjes leggen voor mijn blok 1. Ik heb nog wel echt veel te doen, dus het zijn heel veel laatste loodjes. Is dus als ik dit op school had geprint, dan was ik echt 8 euro kwijt geweest. Voor mij is het gratis, ik weet niet of mijn ouders voor betalen, maar... Wat ga je dan... Hoe lang moet die zijn, Monica? Ja, zo lang. Nu moet ik opstaan zonder mijn voeten te gebruiken. Wat een struggle. Nou, de eerste stap gaat gezet worden, jongens. Toen was het tijd om alles wat ik de afgelopen 2 maanden gemaakt heb in te pakken. Zo edit ik nog eventjes in de bus snel de video die ik heb gemaakt voor het vak van Tony. En... Hoe ging het? De hele school is wassen met allemaal piepjes. Lukt het, Mo? Ja. Oké. Okay. Ik heb alleen fucking warm. Het is echt niet funny, terwijl alle ruimte staan al open volgens mij. Lachen, je hebt er zin in. En dan was het over echt 10 seconden tijd voor de beoordeling. Maar we springen over naar het moment dat ik de beoordeling heb gehad. Ja, hoe zal het gaan? Ja, het zag er echt heel schattig uit. Ik heb nog stiekem een foto gemaakt. Ik heb een beoordeling gehad net. Ik heb een voldoende. Geen goed, maar een voldoende is ook helemaal goed. Als feedback heb ik dat ik voor het volgende blok, of in ieder geval ooit, meer moet gaan. Hoe verwoorden ze het nou? Een beetje wat meer durven en wat harder werken met materialen. Ja, ze zijn dus nu heel voorzichtig werken. Ja. Dat het wel wat losser mag, net zoals in je video's. Oh, en met meer een eng concept of zo. Beetje zoals het voeten ding. Ja, ze zijn er van omdat je niet best wel lief doet, dat je kan kiezen om in blok 2 iets compleet anders te doen. Ja. Dat je uit meerdere... Paadjes? Ja, je zei paadjes. Wat zijn paadjes? Nou, in ieder geval. Ik heb weer veel geleerd. Dat was dan blok 1. Op naar blok 2. Maar eerst nog even Antwerpen vloggen.